Wie was ooit jouw warme William? Die, 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 ja, niet ooit, die is het eigenlijk nog steeds. Oké. Okay. En dat is mijn zus. Oké. Okay. Ja. Dat is, dat is natuurlijk in je inner circle, dat is diegene die uh, vrij dichtbij staat omdat je daarmee opgroeit. En, en dat is je zus, dus daar is sowieso al een hele goede connectie mee. Mm -hmm. Maar ik had het eigenlijk van klein af aan al. Ja. Uh, ja, ik ben, ik ben schorpioen. En schorpioenen zijn niet al te gemakkelijke personen. Zeker niet als een staart omhoog gaat, uh -huh. en ze boos zijn. En mijn moeder zei vroeger altijd: als jij boos bent, ben jij boos op de hele wereld. Uh -huh. Niemand kon dan uh, iets goeds doen bij mij. Niemand. Ja. Um, en als, als ik dan ook effectief boos was, ging ik naar boven, naar mijn kamer, sloot ik de deur en niemand mocht binnenkomen. Ja. Behalve één persoon, en dat was mijn zus. Okay. En op de een of andere manier. Um, kon ik altijd goed goed met haar praten of kon ik uh, gewoon zeggen wat dat ik wil zonder dat daar een filter op moet zijn. Mm -hmm. um, en kon ik gewoon zeggen ja, ik voel me rot. En ik vind niet dat die zo en zo mag reageren. Ja. En sinds kleins af aan is dat eigenlijk alleen maar, um, ja, sinds kleins af aan is het eigenlijk altijd gebleven dat dat mijn zus is. Ja. Dus nu ook um, heb ik een hele sterke band met mijn zus. Mijn zus heeft inmiddels al uh, jaren een vriend uh, en twee kinderen ook, twee nichtjes heb ik dus. Is ze ouder dan jou ook? Uh, mijn zus is ouder, ja, ja. die is uh, ongeveer 6, 7 jaar ouder dan ja. ik ben. Uh, dus die heeft ook twee kinderen waar ik uh, ja, echt een super goede band mee heb. Um, en dus nu nog, het moment dat ik echt ergens mee zit en dus. Uh, Want al zei dat het eigenlijk al te laat is, <laughs> ja. is vaak zij de persoon die ik als een van de eerste bel ja. uh, om mijn gevoel. Uh, te spelen en ja. te zeggen van hé, hey, uh, lijkt misschien zo, maar het gaat echt niet om met mij. Ja. Ik voel me echt rot. Ik zit, ja. ben echt depressief. Ik voel me uh, ik voel me kut. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet niet wat ik met mijn gevoel moet doen. Mm -hmm. uh, dit en dit en dit is de situatie. Ja. En zo en zo en zo is het gelopen. ja En wat maakt dan dat zij zo'n goede warme William is? Uh, vooral uh, haar luisterend oor okay. en geen oordeel vellen over. Waarom ik bepaalde dingen doe of heb gezegd. Of voel. Of voel. Ja. Als ik in een bepaalde situatie zit waar ik me echt kwaad maak, dan kan ik, dan kan ik soms echt dingen zeggen die, waar ik later spijt van heb. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Zegelijk. Je bent kwaad, je bent boos, je bent geraakt, je bent emotioneel. Als ik boos ben of geraakt ben, dan kan ik uh, dingen zeggen waarvan ik later denk. Oké, okay, wacht, dat is eigenlijk compleet buiten de kwestie. Waarom dit probleem is ontstaan. En ik gooi dat er bovenop. Had ik eigenlijk echt niet mogen doen. Nee. En op het moment dat ik de situatie uitleg aan mijn zus. Mijn acties uitleg aan mijn zus. Zou ze nooit zeggen. Waarom doe je dat? Je bent echt dom. Nee. Stop daarmee. Want jij zit in fout. Ja. En ze hangt op. Dat is nog nooit voorgevallen. Nee. Ze zegt gewoon. helemaal. Ja. Het is fout. Hè? Had je echt niet mogen doen. Mm het -hmm. zit fout. Ja. En ik vind gewoon oprecht dat je daar je excuses voor moet aanbieden. Ja. Want, zus en zus en zus en zo. En bekijk de situatie van het andermans schoenen. Ja, ze probeert het een beetje in perspectief ja. te plaatsen en met jou mee te denken. En bepaalde zo. inzichten ook te geven aan ja. mij van hé, hey, dat is niet oké. Okay. Mm -hmm. Maar ik snap het wel. Want dat komt er ook altijd wel bij haar uit: van ja. ik, ik snap heel goed waarom je dat hebt gedaan. Yes. Nu is het ook wel zo dat zij een dag na mij verjaard. Uh -oh. Dus we zijn allebei zij schorpioenen. Dus, dus misschien dat dat ermee te maken heeft. Maar goed, <laughs> uh, daar ga ik maar niet van uit. Het zou kunnen. Uh, ja, misschien wel. Misschien wel. Want zij is, zij is eigenlijk precies hetzelfde als ik. En misschien dat daarom ook uh, dat we heel Die goed... Die connectie zo ja, goed is. Ja. Dat we echt hetzelfde zijn. Ja. En daardoor kunnen we elkaar ook wel wat geruststellen. Oké. Okay, want ben jij dan ook haarwarm, William? Ja. Zij belt mij ook vaak op. Of ik voel dat ook vaak aan. Ja. Als ik uh, met of bij haar ben. Ja. Dat ze ook zegt, ja, het gaat niet zo goed. Mm -hmm. Oeh, je vertel, en dan is ze ook gewoon open daarover. Ja, maar ik hoor een goede warme William voor mij is mijn zus. En dat is omdat ze gewoon naar mij luistert. Ja. En ook gewoon geen oordeel veld over hoe ik mij voel en wat ik doe en zo. Dat vooral. Tio, je bent toch redelijk open geweest? Toch, hè? Ja, echt waar. <laughs> ligt het aan mij of ligt het aan jou? Ik denk het, Nee, ik denk dat het aan jou ligt. Nee, nee, nee want normaal ben ik niet zo open. Nee, nee absoluut. Nee. Maar de vragen helpen natuurlijk ook wel. Ja, want ja, die zit hier ook wel echt aan het denken. Ja. Van oké, okay, ja, maar waar sta ik dan nu met die vragen? En inderdaad, waar ben ik dan onzeker over? Ja daarom. Er is nu een hele stapel, die gaan we niet meer kunnen afwerken, maar misschien moeten we dat een ander keertje doen. Dat, ja, dat houdt je aan. Maar dan ook jij, hè? Oké, okay, dan, dan mag je ook vragen aan mij. Dat is, dat is goed. Dankjewel om zo open te zijn Tuurlijk. en uh, we zien elkaar echt snel. Dat is goed. <laughs>